Winschoten vanmorgen. Over de molenstad worden duizenden liters regenwater uitgestort. Inwoner Eppe Bodde is de wanhoop nabij. Zijn woning staat op een laag punt en dreigt vol te lopen. Voor de windschoter is het letterlijk pompen of verzuipen. Eigenlijk vanaf gisteren. En zo is het eigenlijk weer even gestabiliseerd. Maar ja, vanmorgen toen ging het echt weer helsloos. En ik heb het idee dat het vanmorgen slimmer was als gisteren. Ik heb nou ook wat er in de kelder. En daar kon gisteren nog wat vuur om. Maar nou sijpelt het er toch ook in. De overlast in Winschoten begon dus gisteren al. Door hevige buien komen in het centrum, aan het einde van de middag, straten blank te staan. Het water stroomt huizen, kelders en garages binnen. Er is behoorlijk wat overlast, maar dat levert ook plezier op. We winnen er lang uit. Toch kan Bodde er niet meer om lachen. Angstvallig houdt hij de buienradar in de gaten. Want als het weer stevig gaat regenen, dan loopt zijn woning al snel onder water. Ik heb hier dus ook een dammetje opgegooid. Maar het is wel zo, hier staat het water dus nog. En ik heb door dus ook nog zo'n ontluchting zitten. Dus door loopt dat gewoon naar binnen. De riolering, dat is hier een hopeloze battle. En ik hoop nou toch echt dat de gemeente er ook weer aan gaat down. Want die wateroverlast, daar kregen we natuurlijk steeds meer last van. Ook omdat de opwarming van de aarde, ja, dat blijkt nou wel. Hè? De gemeente zegt dat er niets mis is met het riool, maar van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.